Ik ben Pieter Koostra en ik volg de opleiding systeemontwerper koude en klimaatsystemen. Ik loop stage bij Engie Refrigeration in Emmeloord. Dat is eigenlijk een bedrijf dat doet heel veel in koude en luchttechnieken. Mijn werkzaamheden eigenlijk heel in het kort bestaan uit het ontwerpen van een systeem. Controleren van de tekeningen, controleren van het systeem zoals hij gebouwd wordt. Oké. Nou, dan ga ik in ieder geval eerst die nieuwe tekening nog even opzoeken. Deze verbruiker zit erop, hier zit nog een verbruiker op en die zit erop. En die kan niet afgetakt worden. Pieter gaat naar aanleiding van het vette of bestek een ontwerp bepalen voor het koude systeem of het klimaatsysteem. Met Chris is hartstikke leuk werken. Dus qua begeleiding is het hartstikke leuk. De manier van begeleiden vind ik ook hartstikke prettig. De eerste stap is wat je eigenlijk gaat doen is in overleg met de projectleider van ja, wat is er nou eigenlijk verkocht en wat wil die klant nou eigenlijk. En aan de hand daarvan ga je eigenlijk een ontwerp samenstellen. Helemaal goed. Toch even veranderen. Mensen die in een opleiding bij ons komen, dus die beginnen, die moeten ruimte krijgen om zich te ontplooien. Dus je moet daar ook calculeren dat mensen fouten mogen maken. Dus laat ze er zelf over nadenken en kijken met hun kennis wat ze in een opleiding meekrijgen om daar gestalte aan te geven in het ontwerp. Het moeilijkste of het lastigste is eigenlijk, ja, hoe selecteer ik mijn componenten en waar haal ik de goede informatie vandaan? Dat is eigenlijk wat wel het moeilijkste van het hele verhaal is. Altijd weer iets nieuws, denk ik, ontwikkelingen die doorgaan. En kijken of je daar handen en voeten kan gaan geven. Het altijd weer een hoog plan tillen is altijd weer de uitdaging. Ik zou Chris willen bedanken voor de steun eigenlijk die ik heb tijdens de stage. En alle kennis die hij mij heeft aangereikt.